dat we de vlam erop... De hamsterhoede, de wc-rol hamsterhoede. Een klein beetje humor helpt ons wel eens door de zwaardere tijden. En dat is een beetje de inzet, denk ik. En mensen vinden het leuk. Aan het begin van de coronacrisis deden we rare dingen. Massaal sloegen we wc-papier in. Hamster was niet nodig, maar hoe harder we het riepen... Des te meer wc-papier wou men kopen schijnbaar. Dus het leek er een beetje op alsof wc-papier het nieuwe goud ging worden. En daar zijn we een beetje op ingehaakt. Berend en Sandra Hofman die bedachten als blijvende herinnering aan het hamsteren de vergulde wc-rol. Zilverhanger in de vorm van een wc-rol. Het hangertje is van zilver, maar hebben we goudkleurig gemaakt. Omdat wij het nieuwe goud noemden. Goudsmit Sandra heeft ongeveer 2 uur nodig om een hangertje, een vergulde wc-rol, met de hand te maken. Zilveren oogjes. Dit is handwerk inderdaad. Ik heb wat solderen erbij gelegd. Voordat ik begon heb ik een tekening gemaakt van een wc-rol, zodat ik hem kon schalen, dat hij in verhouding bleef. En dat doen we aan beide zijden. Nou, sommige mensen schaffen het daadwerkelijk aan, omdat ze van ja, wacht, dit is toch een tijd die we nooit eerder hebben meegemaakt. Hopelijk ook nooit weer mee zullen maken in deze omvang, zeg maar. En ze zien zelf de humor ook wel van in en vinden het leuk om zo'n stof te dragen. Want wat begon als een hangertje met een knipoog naar de hamsterwoede, is nu bij de consument gewild. Draaien we de plaat er 1 keer omheen en dan zorgen we dat het net als een als wc-papier een beetje uitwaait voor het mooie effect. Maar dan moet hij ook nog op een houdertje, want alleen de wc-rol is niet helemaal leuk. Dus we hebben een houdertje gemaakt van een zilver buisje. En met die handeling is de vergulde wc-rol af. Klaar als herinnering aan een rare tijd. Maar we verkopen hem inderdaad en dat was niet echt de verwachting, maar wel heel leuk.